Welkom allemaal. Fijn dat de zaal zo gevuld zit. Dat hadden we niet verwacht. Blijkbaar is er genoeg animo in elk geval voor dit onderwerp. Op het programma Dynamisch Alarmeren. We hebben de titel in de presentatie iets aangepast. Gaandeweg toen we dit zaten door te nemen. Toen hadden we zoiets van ja, we noemen het Dynamisch Alarmeren. En dat is ook wat heel veel mensen, tenminste wat rondgaat. Maar eigenlijk is het wat we aan het doen zijn gegaan. Of waar we mee zijn begonnen. Is dat we invloed uitoefenen op de inzetselectie die we als brandweer willen gaan maken. Dus daar willen we jullie in meenemen. Vooral in het waarom zijn we dit gaan doen, hoe hebben we dat dan aangepakt en wat willen we andere collega's in het land meegeven hierover. Naast mij zit Marcel. Ik ben zelf Kees de Jong vanuit Rotterdam en Haaglanden. En ik denk mooie hieraan is dat we hier samen zitten. Beide regio's zijn hier inmiddels mee gestart. Rotterdam al iets langer dan dat Haaglanden. Alleen we kwamen erachter dus dat we allebei ook wel tegen dezelfde dingen zijn aangelopen. Dus dat willen we ook gaan meegeven. Belangrijk is even voor jullie als publiek is als er vragen zijn of opmerkingen, doe dat vooral. Maar steek dan even de hand op zodat we met een microfoontje naar je toe kan komen. Zodat het online publiek ook even meekrijgt van wat de opmerking of vraag is. Dus wat ons betreft zo interactief mogelijk, zodat we niet alleen maar zelf aan het woord zijn, maar dat we wellicht ook vragen of ervaringen van jullie hierin mee kunnen nemen. Ja. Mooie introductie. Ja, goede introductie. Kijk, wat je ziet, we gaan het niet over systemen hebben, hè. We gaan het alleen hebben over wat we maken en waarom we het doen. En als het woord KVT valt, dan doet iemand 2,50 in een potje, dan kunnen we daar koeken van kopen. Ja, want dit gaat eigenlijk over weg van de kazerne volgordetabel, weg van het traditionele denken van wie is de eerste, wie is de tweede, wie is de derde, naar een veel dynamischer model met de keuzes voor je bedrijfsvoering van waarom kies je iets. Dan klik op de volgende knop. De inhoud, doe jij iets? Ja, wat we even langs willen gaan in dat half uurtje wat we hebben, is wat de aanleiding is waarom we dit zijn gaan doen als regio, welk laaghangend fruit we daarbij zijn tegengekomen, hoe het dan precies werkt, oplossingen die er zijn in het land, ook met de leveranciers die er zijn. Hoe hebben we dat aangepakt? Wat hebben we ervaren? Hoe zien we de toekomst? En wat willen we vooral meegeven wat wij hebben opgedaan en waar jullie misschien nog, als jullie dit willen gaan doen, tegenaan kunnen gaan lopen? Ja. Ja, hoe is het onderwerp ter sprake gekomen? Ja, ik kan het iets beter zien dan jij, hoe je ervoor zit. Jij wil eigenlijk zelf invloed kunnen hebben op het inzetvoorstel van GMS buiten de meldkamerdomeinen. Hoe zit dat met het maken van de koppeling tussen GMS en en derde systemen? Is er een ander systeem bijgekomen en dat heet gewoon de webservice koppeling. Heel veel MDT-achtige systemen zijn eraan gekoppeld, maar er is ook een mogelijkheid om daar iets anders aan te koppelen. Dan gaan wij op een gegeven moment praten van ja, operationele grenzen. We hebben het allemaal in vakken verwerkt. En elk vak heeft een volgorde van voertuigen. Ook allemaal leuk bedacht hè, in 1992 hè, nog met RBAC en andere systemen. Maar uiteindelijk is dat niet echt een operationele grens. Tenzij je al die vakken natuurlijk heel erg klein maakt. Maar dat was echt onwijs bewerkelijk. En ja, op het moment dat er in mijn regio een brug open gaat, klopt die vooraf bedachte volgorde niet. Misschien heeft Haaglanden altijd iets minder last van met bruggen. Ja. Maar bij ons, met de Maas die er tussendoor gaat, is het best wel een probleem. En daarna komt pas het hele verhaal van waar staat een voertuig en heeft dat effect en hoe ga je dat oppassen. Waarom komen we niet uit met de huidige techniek? Die koppel ik even naar Kees. We kennen de KVT, 2,50, sorry. Ja. Is een heel statisch geheel wat van tevoren is berekend via mooie software van de leverancier die hier ook in de zaal zit. Alleen het is een statisch geheel. Het is één moment ingevoerd en het andere moment daarna kunnen omstandigheden ineens heel anders zijn. Ook het maken van zo'n KVT, het inspoelen van zo'n KVT, daar gaat gewoon een hele tijd overheen. En daar kan zeker de regio Rotterdam, volgens mij ook met Dikkie hier die zit, van alles over vertellen. Als er even een evenementje is in de stad die allerlei afsluitingen kent, dan moet er een nieuwe KVT gedraaid worden met misschien wat fictieve kazernes erin die je normaal gesproken niet zou gebruiken. Dat moet dan weer ingespoeld worden in de meldkamer. En er zitten zoveel schakels in die het ook
langdradig maken en waar je uiteindelijk als regio zelf niet de invloed hebt dat als ik nu iets aanpas, dat het gelijk werkt aan de andere kant. En dat is nu hoe het werkt binnen het GMS, waar de, eigenlijk het hele aspect dynamisch daar niet in terugkomt. Ja, een van de dynamische dingen, hè. Ik krijg vaak de vraag, waarom is voor vrijwillige kazernes interessant, hè? Zo'n aanrijdtijdenserver of dynamisch alarmeren, want alle voertuigen staan toch standaard op de kazerne. En dan stel ik altijd de vraag van, als mensen nou aan het oefenen zijn en we willen de snelste wagen alarmeren, is dat dan op basis van 4 minuten uitdruktijd van zo'n vrijwillige post? Of is dat zo'n andere post misschien net 3 minuten sneller omdat hij toevallig aan het oefenen is op de oefenavond? Hoe ga je dat fixen? Bij mij in de regio stonden in 2010 al de vrijwilligers voor de board van wij willen iets geregeld hebben. Help ons, hè, want wij zijn aan het herbezetten of we zijn aan het oefenen. Onze wijk is dan te klein, zeker als je een hybride oplossing hebt waar vrijwilligers en beroeps op één kazerne wonen, kreeg je die vragen. Dat bleef heel lang, bleef het een beetje sutteren. Hè. Je kan het niet helemaal in de KVT's wegschrijven, het is weer 250. Maar die wens die was niet eens meer latent aanwezig, die was er gewoon. Hè. Dus wij willen als een vrijwilligers op de kazerne aan het oefenen zijn, ook ze de mogelijkheid geven om een grotere wijk te hebben ten opzichte van de beroeps die ernaast zitten. En je wilde wat dingen met, wij hebben een heel groot industrieel complex, hè, waar ook heel veel brandweervoertuigen staan, waar wij zelfs een deel van meedoen, hè, de gezamenlijke brandweer. Die moesten ook wat eerder tevoorschijn komen als ze de snelste zorg kunnen leveren in een levensbedreigende situatie. En dat is niet altijd de plek die de kazerne volgorde wel pakt. Want ja, voor een prio 2 inzet wilden die voertuigen gewoon niet komen. Hè, want die hebben een andere taak, namelijk paraat zijn binnen 6 minuten bij een BZO-bedrijf. Nou, dat allemaal bij elkaar was bij ons de aanleiding. En zo hebben andere regio's ook gevonden, Haarland ook. Om eens goed te kijken naar wat de mogelijkheden zijn in het GMS. Ja, laag aan het fruit. Je zit er echt verkeerd vervelend voor. de voordeel van de ART waar we achter kwamen. Onafhankelijk van Landelijke Meldkamerorganisatie voor Regionale Wensen. Ik hoef niet meer een aanvraag te doen, en ik denk dat jij dat ook niet hoeft te doen, om iets te veranderen in het GMS, logica om voertuigen te selecteren, want we doen het zelf. We gaan naar onze eigen leverancier, of de eigen leveranciers, en we bouwen zelf die logica in het systeem, waardoor GMS vraagt gewoon heel simpel, ik wil een tankauto spuiten, en wij zeggen welke er moeten komen, in welke volgorde. Dus we hebben het hele verhaal van aanrijdtijdenserver eigenlijk gekaapt, en daar een volgorde van teruggegeven van als je deze wil, is dit de volgorde waar je hem uit mag kiezen. Brandweerinnovatie hoeft niet meer te wachten op de meldkamer. Brugradaren, paraatheidssystemen, ik vertel daar wat meer voor. Weersinvloeden, voertuigposities. Kunnen nu allemaal invloed hebben op wie als eerste selecteert. Ja. En dat heeft vooral te maken is dat we hebben één connectie nu met de meldkamer en dat is de verbinding met de eigen server. En in die eigen server bepaal jij zelf wat je er allemaal aan gaat koppelen en wat je daarin gaat regelen. En in elk geval aan de kant van Haaglanden is de primaire doel was om te gaan koppelen met onze voertuigposities. Omdat wij gewoon een hele grote beroepskern hebben in onze regio, die gaande dag aan het bewegen is. Ze zijn aan het sporten, aan het boodschappen, aan het oefenen. Dus ze zijn vaak niet op de positie waar die KVT op berekend is. En daardoor hebben we vaak genoeg situaties gehad dat ze aan de rand van hun eigen verzorgingsgebied waren aan het oefenen of sporten. En er is een incident aan de andere kant. Ja, dan worden zij logischerwijs, want zo doen we het al jaren, voor gealarmeerd. Maar het is niet de snelste. En dat is voor ons primair het doel geweest met die dynamisch alarmeren, om te gaan koppelen dus met voertuigposities. En er komt bij ons dan op een gegeven moment ook de vraag van, hoe zit het eigenlijk met andere bedrijfsvoeringsregels? Hè? Willen we de beroeps wel een vrijwillige gemeente vanaf vroeger intrekken voor een kat in de boom? Of willen we die liever achterlaten op de kazerne om de prio 1 melding te doen waar die eigenlijk voor gepositioneerd is? En wat is dan de vraag om, wat is er dan verkeerd om bij overalarmering, meer dan 2 tankauto's spuiten naar een gebouwbrand, de tweede anders te selecteren voor je restdekking? Het zijn allemaal vragen die begonnen op te komen om je eigenlijk je operationaliteit, je bedrijfsvoering anders in te regelen.
Ja. En het mooie ook is aan die koppeling met webservice en jouw eigen server, is dat je per voertuigsoort nu ook kan bepalen wat je daarmee wil. En met het GMS en de KVT ben je gebonden aan die standaardisatie van hoeveel zijn het er, 7 of meer KVT's. En daar moet je uitputten om iets in te regelen. En nu kunnen we gewoon per voertuigsoort, en daar hebben we er heel wat van in Nederland met elkaar, helaas. Maar zo flexibel zijn we geworden. Maar goed, daar zit ook weer het gevaar aan dat we zo flexibel zijn geworden, dat we zoveel kunnen, dat het ook niet meer behapbaar gaat worden. Maar goed, daar zo meer over. Ja, ook zo. En voor de mensen die vroeger, ik durf het bijna niet te zeggen, KVT's hebben gemaakt, 99 is dus niet meer het maximale. Dus het moment dat je erachter komt van, hey, wacht even, door de voertuigen overgeslagen, want die zijn zo zeldzaam en die staan helemaal achteraan in de volgorde, dat gaat nu niet meer gebeuren, want het is echt per voertuigsoort geef je een volgorde terug. Dus ook hele vage fouten die we vroeger hadden en moeilijk aan moesten oplossen, dat hoeft niet meer, want het is nou gewoon echt een zuivere volgorde, waarbij je het woord zuiver zo moet interpreteren dat degene die voorgesteld wordt, klopt bij wat je wilde hebben in je bedrijfsvoeringsmodel. Overigens praten wij gewoon door. Als er vragen tussendoor zijn, stel ze vooral. Even kort de weergave van hoe dat precies werkt. Al gezegd, de enige verbinding die we eigenlijk hebben met het GMS is via de webservers. Nou, webservers, GMS in beheer bij de LMS, dan wel politie, MDC. En daarover vindt de verbinding eigenlijk de communicatie plaats met de ART-server die je zelf als regio beheert. En daarbij is de vraag vanuit het GMS aan die server eigenlijk, wat en hoeveel? Ik heb hier een inzetbehoefte met tankuitspuit, een redvoertuig en een OVD. Daarvan allemaal één keer. Die vraag stel ik als het ware aan de ART-server. De server gaat berekenen, waarbij die rekening kan gaan houden met allerlei bronnen, zoals voertuigposities, blokkadeserver, verkeersdrukte, brugradar, maar ook paraatheidssystemen. Nou, noem het allemaal maar op. Daar vindt een hele snelle berekening plaats en uiteindelijk wordt het antwoord gegeven wie die moet gaan gebruiken voor de wat en hoeveel in het GMS. Ja, dat is wel interessant, hè, want er komt dadelijk nog een andere presentatie over dynamisch alarmeren. En op zich gaat ook een beetje over hoe beïnvloed je nou over die webservice het wat. Hè? Dus dat ga ik niet het gras voor de voeten wegmaaien van de collega's. Maar dit is in een notendop hoe het werkt. Mocht die koppeling wegvallen, want dat kan natuurlijk ook zomaar gebeuren, dan valt GMS natuurlijk terug op wat we al sinds 1992 kennen en waar ik het niet meer over ga hebben. Dat gaan we te veel kosten. Ja, oplossing in het land. Webservice is de randvoorwaarde. Dat is ook iets waar je echt op moet zitten. Het betekent ook dat wij als regio's anders moeten gaan denken. Wij zijn een bron geworden voor de meldkamersystemen met een eigen serverpark, hè, met een eigen rekencentrum. Dat betekent ook dat je andere gesprekken gaat hebben als brandweer. Want je wordt een soort account manager-achtige SLA-constructie, dat alles niet werkt, dat je natuurlijk wel bij de politie moet aankloppen en niet alleen bij de bij meldkamer beheer. Want dat zijn uiteindelijk ook alleen maar uitvoerders geworden in de huidige situatie. Per regio is een eigen aansluiting mogelijk, maar ook met een geviseerde meldkamer, hè, met Zuid-Holland Zuid wordt gewoon de boel gesplitst. Dat is ook wel fijn, hè? Peter zit ook aan. Ja, en op dit moment, ja, er zijn twee leveranciers in het land. Hè? Haaglanden zit bij CTCT, ja. Wij bij Citigis. En het maakt op zich niet zo gek veel uit, hè, het systeem. Maar het is gewoon heel belangrijk, ook vergeet er is één regio die zelf aan een oplossing ontwikkelt. Maar het is eigenlijk een gestandaardiseerde koppeling waarop basis je inzetvoorstel kan teruggeven naar de meldkamer. De aanpak. Ja, de aanpak. Uiteindelijk is er een idee geweest in de regio's, in Rotterdam en in Den Haaglanden. En dan is de vraag, ja, hoe ga je hiermee in de slag? Want uiteindelijk wil je de organisatie in beweging krijgen om mee te gaan op dat idee, op die vernieuwing. En daar hebben we even opgedeeld in vier onderwerpen. Pionierswerk, vertrouwen, risico's en harde organisatie. En die hebben allemaal te maken met elkaar. Rotterdam is er elk geval al eerder mee aan de slag gegaan. En is wat je daarbij merkt, is dat je aan de pionieren gaat. Want we gaan aan de slag met een koppeling die nog niet zo lang werkt. Waarbij je ook kinderziektes tegen gaat komen. En daarnaast ga je ook af van iets wat al jaren wordt gebruikt binnen de brandweer. Wat mensen op hun duimpje kennen
als er ook maar enig voertuig in dat verzorgingsgebied komt, dan zijn de vragen gelijk aan het bureau natuurlijk gesteld. Dus je gaat iets doen wat de brandweer, wat de kazernes raakt. En dat, dat heeft dan ook weer direct effect op dat vertrouwen. De vertrouwen dat de organisatie wel in de project, in jou als projectleider moet stellen om hiermee in de slag te gaan. Daarbij hebben wij in elk geval, maar volgens mij is dat op basis van jullie ervaring van tevoren gezegd, we gaan iets doen waarbij we dingen tegenkomen die we aan de voorkant niet hadden kunnen bedenken. Want het is gewoon iets nieuws binnen Brandweer Nederland om op deze manier te gaan werken. En dan kan je zeggen, politie en brandweer werken hier toch al jaren mee. Alleen wij hadden te maken is dat we dat via de webservice moesten gaan doen. En dat deden politie en ambulance dienst nog niet. En politie en ambulance hebben niet 9.388.000 verschillende voertuigsoorten. Die ook nog eens een keer elkaar in de weg zitten met wie wil je als eerste kiezen vanuit dezelfde kazerne en andersom. En dat was voor sommige leveranciers ook wel even kouwen van hoe zit dat er precies. En dan kom je in het verhaal dat ook de leverancier van het meldkamersysteem zelf af en toe achter zijn oren krabt van beste brandweer. Wat vraag ik nou eigenlijk? Ik heb geen idee wat ik heb gebouwd. Maar dit moeten ze ongeveer doen. Nou, dan krijg je interessante discussies. Daar eerst een vraag en dan schakel ik even. Ik weet niet of jullie het nieuws hebben gevolgd. Hè? De meldkamers in Nederland zijn technisch. Er zijn nogal wat vragen over, om het zo maar te zeggen. Er zit nog steeds een centralist en die moet nog steeds de mogelijkheid hebben om te controleren of het voorstel juist is. Dus daar zou een kaartsysteem aan gekoppeld moeten zijn. Hoe zien jullie dat? Want dat is nu op dit moment niet optimaal. Moet je even op wat je bedoelt met kaartsysteem? GIS bijvoorbeeld, geografisch informatiesysteem, daar kan je de autospuit of de AV of de hoogwerker mee volgen. Dat heeft een delaytijd van 2 minuten. Ik kan me zo voorstellen dat die centralist zich achter zijn oren kapt van is dit nu wel het juiste voorstel? Ik heb de vraag. Dan zie je een beetje in het verhaal. Je kan het als brandweer niet alleen. Dus je moet wel de meldkamer meenemen. Ja. Of het 2 minuten vertraging heeft, dat is denk ik meldkamer afhankelijk. Maar ik snap wat je bedoelt. Het is een inzetvoorstel. En meest waanzinnige inzetvoorstellen heb ik ook voorbij zien komen. En die zijn ook gecorrigeerd. Hè. Ik had op een gegeven moment een waterongeval in Goeree-Overflakke. En door een foute instelling ging Haaglanden, Zeeland en Zuid-Holland-Zuid rijden. Dat is een beetje het verhaal met pionierwerk. Die hadden wij ook niet zien aankomen. Anders hadden we dat er al wel uitgefilterd gehad. Dus het blijft een inzetvoorstel die de centralist kan corrigeren. En dat betekent dat wij als brandweer niet zozeer met meldkamerbeheer moeten praten, maar met meldkameroperatie, met van wacht even, hè, dit zijn onze werkprocessen, dit is onze wereld, zodat ze ook weten wat voor gekke eisen en wensen we van het bestuur hebben, of vanuit bedrijfsvoering hebben, of wat dan ook. En je kan niet zonder de meldkamer centralist, en dat is ook een hele lastige groep, want er zijn heel veel mensen in verschillende dagdagelijkse roosters. Maar die moet je wel meenemen, en ook met je veranderingen. Hè? Want er zitten gewoon, af en toe denk ik van wie heeft dit verzonnen, maar het moet dan er wel in. En dat is voor die mannen ook zo. Dus ja, ik begrijp je vraag. Ja. Hebben we zo voldoende beantwoord? Ja, als het ervoor gaat, hoe ga je die clubsystemen allemaal koppelen? Want dat zijn allemaal derde partijen. Hij komt dadelijk wel voorbij. Nee, hij komt dadelijk wel voorbij. Ja, ik had even een korte vraag. Ik ben hiervoor dan bij een sessie geweest. Dat ging met name over gebiedsgerichte opkomstzijden. Onder andere dus Rembrandt. Daarin wordt dus eigenlijk een soort van bandbreedte wordt uiteindelijk gecreëerd. Daar waar het eerder status was, binnen 6 minuten daar te plaatsen. Geven we nu aan tussen 4 en 8 minuten, ik noem maar wat. Mm-hmm. In hoeverre gaat dat met zo'n systeem als dit dan ook een rol spelen? Zeker in met name gebieden waar je beroepsposten hebt en dus ook continu die verplaatsing hebt. Het beste antwoord is, wij sturen altijd de snelste eenheid. Als het een maatgevend incident is, want dynamische opkomsttijden, of de opkomsttijden voor de dekkingsplannen, die gaat uit voor het maatgevende incident de snelste sturen. Dat doen we per definitie. Daar gaan we niet. Wij gaan daar als regio niet in malviseren, hoewel dat wel mogelijk is. Want je kan andere keuzes maken, maar dat is bij ons is echt het
de beleidskeuze gemaakt. Wij sturen bij prio 1 incidenten altijd de snelste. En ik denk dat het bij Haaglanden niet anders zal zijn. Ja, klopt. Ja, dus de discussie bij ons is zelfs één stap dichterbij gekomen, omdat wij de publiek-private samenwerking, hè, dus in de grootschalige industrie, waar ook eenheden klaar paraat staan, die hebben wij zo ingeregeld dat op basis van incidenttype komen ze wel of komen ze niet. Waar dat vroeger was, ze komen pas vanaf positie 3. Dus wij hebben dat, wat dat betreft, zijn wij wel een echt best wel een stuk qua opkomsttijden. Je veiligheid kun je daar niet in uitdrukken, maar sneller geworden. Dus ja, dat zijn de haken. Maar je kan natuurlijk hierdoor wel bij prio 2 andere keuzes maken. Of voor de derde of vierde voertuig andere keuzes maken. Goed, Dick zit naast je. En, ik zou daar eens met hem praten wat hij allemaal meemaakt in dat soort vragen. Dus ik zou je antwoord... Ja, dank. Dat is jouw stuk. Dit is mijn stuk, ja. Inderdaad. Ja, kijk, als je gaat pionieren, ga je ook iets veranderen en dan ga je warmte creëren. Hè, bij de centralisten, wat ik net hoorde, maar ook bij de mensen. Hoe wij het hebben aangevlogen is, we hebben van elke kazerne de vraag gesteld aan hun commandant, doe mij een gemandateerde collega. Dat is al interessant, hè, want dan heb je het woord gemandateerd namens de ploeg genoemd. Ja, dat betekent dus dat je met die zaken gaat doen. En die jongen die gaat vervolgens de boel, of vrouw, gaat vervolgens de boel vertellen hoe het project verder gaat. Die werd bij ons verantwoordelijk voor het controleren van de rijtijd en de rijroute. En de communicatie vanaf het project naar de ploegen toe. Dat is al spannend, want als je natuurlijk dingen gaat veranderen, is dat natuurlijk de primus inter pares tussen de mensen die natuurlijk als eerste de schoppen krijgen van de collega's. We hebben het wel zo gedaan, want het is gewoon, ja, de span of control wordt anders te groot. Wij gingen ook naar een andere leverancier en een andere routemodel. En ja, die leverancier die heeft tegen ons gezegd van, ja, weet je, je gaat overal over, zolang ons model maar goed is. Dus je kan de rijroute en de rijtijd beoordelen, maar we gaan niks zeggen over snelheden of weet ik veel wat. En wat je ziet, brandweer komt natuurlijk altijd terug van, wat is dan de snelheid op dit stukje weg? Ja, altijd het antwoord, hè, je controleert de rijroute en de rijtijd. En daarop spreken wij de leverancier aan. En dan zie je dat in de controlegroep zitten mensen die heel enthousiast aan de slag gaan. En er zijn ook mensen die hangen achterover en dan ga je op een gegeven moment aan. En dan schrikken ze ineens wakker. Ja, dat is een beetje hoe het ging. En we hadden een projectgroep die de beleid, het veranderingsproces en de projectplanning deed. En dit was voor ons doen best wel een groot project. Dus we hadden afgesproken elke dinsdagochtend bij elkaar te komen. En dan merk je dat dat af en toe wringt, hè, maar door zo'n projectgroep en zo'n controlegroep neer te zetten. En eigenlijk elke 2-3 weken vertellen wat hebben andere posten geroepen, wat gebeurt er, nu gaan de bruggen open. Kun je zo'n project draaien. En wat bij ons echt een heel belangrijk ding was, de controlegroep kon vanaf thuis, vanaf de kazerne, overal vandaan, zelfs op een mobiele telefoon, het systeem pakken. Kijken wat een voorstel gaat worden als er een incident in het gebied is. Dat is echt een hele specifieke keuze, een hele specifieke eis geweest aan onze zijde. Om te zorgen dat eigenlijk iedereen betrokken kon zijn bij het verhaal. En niet de hele tijd een projectgroep lid naar een kazerne moest om daar het systeem te openen. Dus bij ons is het echt zo, je kan een incident aanmaken zoals je een centralist bent. En dan aan het systeem vragen, wat zou je in deze situatie, op deze locatie, met deze prioriteit krijgen. Want ja, zelfs prioriteit maakt uit wie er komt. Het is niet alleen waar je staat of dat er een brug open staat, maar ook wat voor type incident het is. Haaglanden heeft een iets andere route aangelopen. Ja, wat bij ons projectgroep allemaal, dat hetzelfde. Wat bij ons aanvullend is ten opzichte van Rotterdam-Rijnmond, is dat wij gebruik hebben gemaakt van een klankbordgroep. En dat heeft ons in elk geval heel erg geholpen om met mensen uit de kazerne, zowel beroeps als vrijwillig, het te hebben over wat gaat deze verandering betekenen en wat hoor je om je heen aan vragen of angsten over, ja, maar straks komt die andere kazerne bij die gevangenis, weet ze dan wel nog waar de ingang zit en wat ze moeten doen. En ook vooral om met hem af te stemmen, wat hebben we nodig voor de communicatie om het te laten landen in de organisatie. Waarbij we de controlegroep in tegenstelling tot
tot Rotterdam niet hebben. Omdat wij meer centraal zijn gaan controleren op dat wegennetwerk en of alles wel goed werkt. En daar, daar hebben we ook gaandeweg wel in gemerkt, is dat centraal, daar sta je erg op afstand van al die lokale wegen en dat soort dingen. Dus dat gaan we nu ook decentraal organiseren. En daarbij hebben we weer mooi de ervaring van Rotterdam, die dat zo gedaan heeft, kunnen we meenemen in hoe wij het nu aan het doen zijn. En wij hebben heel veel contact gehad, hè? Want op een gegeven moment merk je dus dat wij een stapje voorlopen op Haaglanden, maar dat er iemand bij ons vrijwilliger is en in Haaglanden ploegchef is. En die stelt dan ineens geïnteresseerde vragen. Waarom werkt het daar wel en hier niet? Of andersom. En, dat, hè? En dan zie je dat door die interactie kom je als regio eigenlijk ook dichter bij elkaar. Vijf minuten. Moet lukken. Ja, moet door. Communicatiestrategie. Snelste brandweerzorg. De hele tijd krijg je daar discussies over. Maar bij ons is het echt prio 1, snelste brandweerzorg. Altijd. Ja. Moet wel de KVT voor weg. Want de KVT levert gewoon niet de snelste brandweerzorg. Dit is €5. Wat je ook doet, er verandert iets in het verzorgingsgebied. Je verandert iets aan een straat. Een straat wordt 30 km per uur, een blokkade. Het systeem wat ik niet meer ga noemen, kan daar gewoon niet mee omgaan. Bij ons is het nu zo, ik doe een blokkade neerzetten en op dat moment is die blokkade ook doorgerekend. En is het natuurlijk wel handig dat ik de contactpersoon van de kazerne heel even informeer. Want ja, de wijk zoals wij het 2 weken geleden kenden, hè, daar hebben we er een voorbeeld van gehad. Dat switste drie buurten van eerste lijn stankauto spuiten door 1 blokkade. Gelijk direct make it happen. Dat doen we dan ook. En adresseren van onvrede, wat de KVT met zich meebracht. Ja. Ervaringen tijdens het project. Ja. Ik hoor meer in de kant, ja, die had misschien wel een kunnen, maar welke voertuigen in werken die nu al dynamisch? De vraag is welke voertuigen er dynamisch werken. Kan ik even antwoorden vanuit Haaglanden, is dat wij op dit moment in principe alle voertuigen waar er meerdere van zijn in de regio, die hebben we al overgebracht naar het berekenen via die server. En tegen het eind van het jaar, dan gaan we alle voertuigen die we kunnen alarmeren in het GMS, brengen we over naar die server. Met als reden dat we volledig zelf invloed hebben wat er wordt voorgesteld. En dat we daarmee los zijn van de KVT. Oei. Ja, we zitten eigenlijk bijna op hetzelfde. Waarbij we de piketten nog los hebben laten zitten, want daar zitten wat andere vraagstukken. Alles nu vanaf de kazerne, met dat het al klaar is en gereed is om dynamisch te doen. Maar daar zat wat minder. En dynamisch is bij mij echt brug open, brug dicht, heeft invloed, spoor, hè, dat soort dingen. Alleen de positie van het voertuig pak ik nu nog niet mee. Daar staat alles voor klaar. Maar daarvan hebben we beloofd, we gaan eerst heel even alles een cooldown geven, hè? Want dit was al schokkend. Maar kun je nagaan wat er dadelijk gebeurt als we aan het sporten zijn ergens, 3 minuten bij de kazerne uit de buurt en dan valt er ineens een alarm. Dus we zijn nu eerst een cooling down aan het doen en daarna gaan we één voor één, sommige kazernen vinden het vervelend, maar één voor één de andere voertuigsoorten af. Ja. Even snel de ervaringen tijdens het project. Ja, want dat was eigenlijk de bedoeling. Ja, daarvoor zitten we hier. Rechts onderin, omslag binnen de uitrukdiensten. Dat is vooral, dat heeft ermee te maken, is dat men wist wat hun uitrukgebied was, ongeacht waar ze op dat moment ook waren. En dat is wel nu de omslag, is dat ze eigenlijk niet meer weten waar ze nu precies van zijn. Natuurlijk, hè, in heel veel gevallen zijn we gewoon op de kazerne en is dat allemaal van tevoren wel uit te rekenen. Maar goed, gaande dag, dan kan dat elk moment veranderen. Dus dat is vooral ook wel een omslag geweest, is dat ze enerzijds gealarmeerd kunnen worden voor iets waar ze misschien eerder nooit kwamen. En anderzijds is dat ze zien dat er een andere eenheid gealarmeerd wordt voor het gebied waar ze normaal gesproken opreden. En dan krijg je het ook over ineens de discussie van, ja, maar dat kan dus ook betekenen dat we inderdaad een eenheid krijgen in onze wijk die daar normaal gesproken niet komt, die heeft meer aandacht nodig voor, hè, hoe ga ik dat pand in of dat soort dingen. Dus onderaan de streep is die brandweerzorg helemaal niet zo snel als dat jullie zeggen met, hè, wat de doelstelling heeft van het project dynamisch alarmeren. En dat zijn ook wel interessante gesprekken die je dan hebt van, ja, wat heb je als brandweer nodig om ergens op te kunnen treden.
En die vragen zijn altijd gericht om het terugkrijgen van het oude verzorgingsgebied. Ja. Dus het gaat dan niet zozeer, hè, er worden dan redenen gezocht om niet de snelste te sturen. Ja goed, en dat is een preparatie-issue en niet zozeer een stuur-issue. Nou, webservice heeft nog gewoon verbeteringen nodig. Hè. Pionieren betekent dus dat je ook nieuwe wensen krijgt. En dan loop je tegen de beperkingen aan van Politie Nederland en programmeercapaciteiten. Het is gewoon niet zo goed voor de brandweer ingeregeld, dit soort dingen. Hè. Wij worden nu pas wakker, terwijl 5 jaar geleden die koppeling er al was. Dus dat is niet zo echt handig van ons geweest. Ja goed, ik heb het al een keer genoemd, hè, de lijntjes naar het MDC buiten de eigen meldkamer om. Ja, wij zijn nu voorwaardig gesprekspartner van het meldkamerdienstencentrum. Dat was voor de meldkamerbeer ook wel even wennen. Ja. Tenminste, bij mijn meldkamerbeer. Ja, ja, ja. Jullie hebben natuurlijk een... Volgende? Ja, want ik denk dat we er zeker bijna zijn. Beheer. Ja, ja, wat verandert er bij beheer? Ja, gaan doen. Ja, ja. Ja, even ja. Heel snel deze pagina. Zoals gezegd, wat verandert voor het beheer, vooral beheer meldkamer, is dat we straks die KVT alleen nog als backup kennen in het GMS. Dus daarbij is het ook niet meer zo belangrijk om dat zo frequent aan te gaan passen als dat we nu misschien doen. En is dat eigenlijk de hele het beheer van ja, wat gebeurt op welk moment, dat gaat volledig naar de regio toe. Dat betekent ook is dat daar ervaring moet zitten om te snappen hoe GMS werkt, hoe de webservice werkt en welke mogelijkheden er allemaal zijn in dat systeem. Dus daarbij is ook vooral de nadruk naar regio's is, je kan dit prima gaan doen, maar zorg ook dat je de voldoende kennis in je eigen regio hebt zitten op de techniek van het hele GMS webservice en hoe zo'n KVT werkt. Nou, je kan daar niet voor naar kijken naar de meldkamer weer. Je weet het gewoon vaak gewoon niet. Het is voor hun ook zo nieuw. Ze hebben het ook niet in hun opleiding gehad. En het is echt wel een brandweerding geworden. Ja. Volgende. Ja, voor mij zijn we klaar. Toekomst. Ja. Eerder gezegd, dit heet inzetselectie brandweer, omdat we uiteindelijk als regio het liefst zelf volledig invloed willen uitoefenen wat, wanneer we, met hoeveel en wie we daarvoor willen inzetten. En dat we daarmee onafhankelijk worden van het GMS, waar nu een GMS-beheerder invoert waar we wat willen hebben. En dat is ook de vraag met het nieuwe meldkamersysteem, wat daarvan overblijft. Daar moeten we vooral het gesprek mee aangaan met elkaar en ook met elkaar van wat willen we nou precies als brandweer Nederland in het zelf bepalen van die behoeftes, in plaats van dat we 25 aparte GMS'jes gaan krijgen. En we hebben nog één laatste sheet, denk ik, met lessons learned. Dat is de laatste. Eigenlijk volgens mij heel veel benoemd al tijdens de presentatie. Dit is de laatste sheet, dus neem het vooral tot jullie. En ik denk handig om af te ronden, mocht naar aanleiding hiervan nog vragen zijn, wij zijn hier ook de hele dag nog. Dus mocht je nog meer willen weten, ja, ik denk trek dat het gewoon is. Aan het jasje. Dan kunnen we het hierbij afronden voor deze sessie. Bedankt voor de aandacht. In elk geval.